بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعداهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مهدي مدد في خانة فندق هبة over باتريسما want باتريسما here in the شيء يتسمع صخباي what بتاكن باتريسما now actually in the word book اللسان العرب by for build better أبتر يبتر better Dat houdt in afsnijden, amputeren. Wij lezen in de overlevering het volgende. Van Sadir die zei, ik ging naar imam al-Baqir alayhi salam en met me mee was Salama bin Kuhail en enkele anderen. Naast imam al-Baqir alayhi salam was zijn broer Zayd ibn Ali alayhi salam. Deze groep mensen vroegen aan imam al-Baqir alayhi salam, wij bevrienden Ali, Hassan en Hussein en nemen afstand van hun vijanden. De imam alayhi salam zei, ja. Vervolgens zeiden de mensen, wij bevrienden Abu Bakr en Omar en nemen afstand van hun vijanden. Toen zei Zayd ibn Ali, nemen jullie afstand van Fatima alayhi salam? Jullie hebben onze religie afgesneden. Mogen Allah jullie afsnijden. En vanaf die dag werden zij de Batriën, Batri's, afsnijders, genoemd. Wij weten dat de religie volmaakt is door Wilaya en Bara'a. Imam Ridha alayhi salam zei, de perfectie van de religie is het accepteren van onze wilaya en het distancieren van onze vijanden. Zoals wat wij weten is het niet Bara'a doen aan de vijanden van Ahlul-Bayt, is het afsnijden van de religie. Better. Batrisme. De religie is niet perfect. De religie is niet volmaakt. Dus de religie is afgesneden. Dus het geeft de betekenis dat batrisme is het afsnijden. Hoe vaak hebben wij gehoord van mensen dat we niet over de onderdrukking van Fatima alayhi salam moeten praten? Hoe vaak hebben wij van zulke mensen gehoord dat we niet over de vijanden van Ahlul Bayt alayhi salam moeten praten. En hoe vaak hebben zij ons geprobeerd ons te laten stoppen om over de Fatima alayhi salam te praten. En hoe vaak hebben we van hun gehoord dat we niet over haar vijanden, over haar moordenaars moeten praten. Zij probeerden ons de hele tijd te laten stoppen. Dat is bedrisme, dat is het afsnijden van de religie. Zij stellen zich vijandig voor de mensen die distancieren van de vijanden van Ahlul Bayt alayhi salam. En zij raken bevriend met de Saqifa-volgers. Dat hebben wij in het praktijk meegemaakt. Zij durven afstand te nemen in het openbaar van hun mede-Shiiten, maar zij durven niet afstand te nemen van Aisha bijvoorbeeld in het openbaar. Voor meer informatie over batrisme, kijk naar de volgende aflevering. Ja, Mahdi Madad. محمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار